Hallo allemaal. Ik heb hier een hele mooie extra microfoon. De Ladies Night echo heeft, maar ik dacht een beetje kilpijn, dan kunnen jullie het beter horen. En welkom bij de Ladies Night. Ik heb een lijstje gemaakt. Ten eerste gaat er een lijstje rond met waar je muziekkeuze kan opschrijven. Zodat we uiteindelijk een afspeellijst hebben met al jullie favoriete nummers voor deze avond. Om 8 uur gaan we beginnen met de sexlist. Maar je bent er ook allemaal voor geoefend, hebben toch? Wie heeft er geoefend? Wie heeft er thuis alles opgezocht? Er zitten wel een aantal hele... Je zegt heel raar in deze geval. Het is handig. Nee, jongen. Het is wel er zitten wel echt hele pittige vragen tussen ook. Een beetje aparte rare vragen, maar dat is alleen maar gezellig. Er liggen notitieblokjes op tafel. We willen eigenlijk wiskbordjes, een beetje voor het milieu, maar die waren niet te vinden. Je mag ervoor kiezen om met degene met wie je ticket hebt gekocht samen te gaan. Maar je kan ook zeggen, hé, wij zitten hier zelf met z'n vieren, we gaan met z'n vieren, met z'n vieren weten we meer. Alleen als je dat weet, moet je natuurlijk wel de prijzen ook onder meer verdelen. Dus dat is een beetje een keuze voor jezelf. Als we straks gaan beginnen, gaan we even vragen wie is een team. Gaan wij het opschrijven en steeds is het een open vraag, dat is een moeilijk. En dan mag je opschrijven wat je met je team is. En we kiezen steeds het goede antwoord wat een beetje in de buurt komt, zeg maar. We zijn niet heel erg gestreng. En het zijn best wel wat vragen. We kijken gewoon even hoe lang het leuk blijft en heeft zo'n pauze tussendoor. Natuurlijk willen jullie ook lekker gaan winkelen. Ik weet niet of jullie al door de ramen hebben gespiekt buiten. Nee. Het staat echt heel vol. Het is echt super leuk, want onwijs veel de prijzen zijn ook heel erg leuk eigenlijk. Op één jas na die mevrouw achterin graag wil hebben, die is heel duur. Verder met leuke prijsjes. En mijn schoonmoeder zat in de winkel. Die heeft de afgelopen weken met mij alles helemaal lopen strijken en uitzoeken. En bij haar kan je afrekenen. Zal ik laten zien wat de prijzen zijn? Spannend. Body Shop Strawberry Conditioner. Nee. Verder is de bar de hele tijd open. Dus Mel en deze aantrekkelijke barman zijn hier. Staat vol. Verlekkere drankjes. Zijn, toch? Nou, al leuk. 2 weken lang ook. Ja, heel leuk. Oh, leuk. Ja, dit is, nou ja, je moet even goed kijken, want ik heb dus per bak het geprijsd. Maar mijn schoonmoeder heeft ook nog eens net bijna op alles de prijsjes geschreven. Ja. Je kan daar als je wil een roze tas pakken, dat je er spulletjes in kan doen. Wat je zelf wil. Dat zeker doen. Hier kan je kijken, daar kan je kijken. Hier liggen nog wat broeken die daar ook hangen, maar dit zijn extra maten. Ja. En verder, nou ja. Ja. Oh, en die jas, die is heel... Die jas moet... Nee, deze is de allerduurste. Ja. Maar verder... Die is al gekocht. Nee, nog niet. Dat vond het te duur. Oh, echt? Ja, dus als je iets van hierboven wil, moet je even zeggen, want dan moeten we even een krukje pakken. Ja, nee, ja. Top. Daar heb ik heel veel maten van. Oh, echt? Ja, echt alles. Dat wil ik er wel even aan. Okay. Leuk, dankjewel. Have fun. Oh, ja. Alles goed? Ik moest kleren aan, ja. Ik dacht al, ik stond naakt. Stond jij naakt? Ja, we moesten even passen. Je mag ook in de wc passen, hè? Jij bent daar bezig, wij zijn hier bezig. Gel. Eigen show. Ja, wij zijn het team. Met z'n vieren? Ja. Hoe heet jullie? Oh, team? Goed, man. Nee. Ik vind applausje voor de schoonmoeder hier. Woe! Ja, leuk. Vraag 1. Wat is een auto? Helemaal kapot. Het was heel leuk. Ik ben dus ziek geworden. Dus dat was heel pittig. Maar het was heel leuk. Kijk nou hoe vet. Spice Girls ketting is bezorgd van Ali. En dat in dit zakje. En dan super mooie doosje. Hoe lang heb ik het besteld? 3 weken of zo? Net toen ik die kleding ging passen. Rond die tijd. Super tof. Ik heb hem dus gewoon. Ik heb een customized ketting besteld. Baby kon ik niet vinden. 4 letters. Je kon kiezen hoeveel letters. Dus ik had betaald voor 4. En dan moest je naar hem sturen, zeg maar, welk woord je wilde. Maar hij is goud, kleurig en dan zilveren steentjes. Hij is echt prachtig, serieus. Mocht je het linkje willen, moet je het even vragen. Dan zal ik het aan je geven. Superleuk. Je kon ook nog de lengte kiezen. Iets van €15, maar ik vind het echt waard. Heel erg vet. Ik zal even mijn lampje erop schijnen. Ik ga naar bed. Het is 12:00. Cool. Niet zoveel verkocht. Laten we deze week nog samen, dus ik hoop dat er dan nog wat gekocht wordt. Moet ik alles weer terug mee naar huis gaan? Nou, dat moet sowieso. Jongens, kan niet meer. Met thee water aan het koken, dus even wat herrie. Ik drink nu thee met munt, honing, gember en kurk. Camera is terug, dus vanaf nu krijg ik jullie weer goed beeld. Ik ben zo blij. Dit is dus nog steeds stuk.
altijd. Maar dankzij hun heb ik iets geleerd. Ik denk, waar is mijn schermpje nou? Dat wist ik dus niet. Ik heb hem dus altijd zo in mijn tas. Mijn boeien krassen niet. Nee, ik heb altijd zo in mijn tas. Dus hier zitten nu krasjes op. Maar ik kan hem dus gewoon dichtdraaien. Kijk, als ik dus dit deed... Oh, nu kunnen jullie mijn camera zien. Dat is grappig. Is dat mijn scherm aan de rechterkant? Ik ben helemaal in de war, want bij die zit hij daarboven. Had ik zo... Was dit mijn camera? Ik weet het niet eens meer. Huh? Serieus? Oh, dan kan ik nu laten zien of hij het doet. Nou, als ik dit deed... Zeg maar onder mijn lens... Gingen er allemaal zwarte dingetjes voor. Ineens deed ik het dus niet meer. Toen heb ik dus anderhalve maand niet kunnen vloggen. Dat heb ik verteld, maar die beelden ben ik kwijt. Dus ik had garantie, stuur ik hem op, krijg ik een super hoge rekening van 450 euro of zo. En als ik het niet betaalde, moest ik 50 euro betalen. Ze zeggen, het is eigen schuld. Ik zeg, nou, dat is mooi, niet mijn eigen schuld. Toen zei ze, oké, we vergoeden dat wel. Maar ze hadden ook gezegd, je lens gaat niet meer goed, draait niet meer goed open. Toen zei ik, dat maakt me niet uit. En dit klepje is mak. Toen zei ik, ja, maakt me ook niet uit, want die kan ik gewoon dichtplakken. Ik wil gewoon wat er nodig is. Dus toen zei ze, oké, dan doen we dat gratis. Dus toen vroeg ik om een aangepaste offerte. Want ik dacht, dan kan ik zeggen dat ik dit wel wil laten maken. Want dat is wel belangrijk. Toen zeiden ze al, hij is gemaakt, we sturen hem nu naar je terug. Dus nu heb ik niks hoeven betalen, behalve de verzendkosten. Dus voor het eerst nog even dat ik garantie gebruik maak. En deze camera heb ik net een jaar en hij is 900 euro of zo. Dus oké, ik ga die geheugenkaart en batterij hierin doen. En dan heb ik vanaf nu weer goed beeld. Want waar ik nu mee film is dus de camera... Die ik ben gaan kopen, want ik dacht ik moet weer vloggen. Voor 250 euro showmodel. En dit is de, jezus, dit is de allereerste camera waar ik ooit mee heb gevlogd. Super grappig, dus dit is de beeldkwaliteit van 7 jaar geleden of zo. Oké, thee maken, even wisselen. Dus nog even mijn eigen oude camera, maar kijk, het grappige is. Deze lens kreeg ik dus bij mijn dure nieuwe camera. Maar die kreeg ik ook bij mijn nieuwe goedkope camera. Nou, je snapt wat ik bedoel. Dus dit is de camera die ik net aan jullie liet zien. Maar ik heb nu de nieuwe lens erop gedaan. Die ik dus nu pas een maandje geleden heb gekregen. Maar dit, waar ik nu mee film, is precies deze lens. Alleen dan ouder. En die zoomde niet meer helemaal goed, zeiden ze ofzo. Dus misschien met deze nieuwe lens is het beeld nog beter dan wat het was. Kijk nou, hoe leuk. Hey, dit is eerst shot met mijn oude camera weer. Hallo. Hi. Dan komen jullie op YouTube. Ja. Hi. Wat ook op YouTube? Ja. Hey. Doei. Wow, deze is echt super mooi, zeg. Wauwie. Hoe leuk als je hier werkt en je moet het allemaal inrichten. Ah, deze is echt leuk. Oh my god, dit is zo schattig. Dit is ook echt super schattig. Kijk deze! Oh. Neem deze mee. Ja. Oké, okay, dat is even belangrijk. Ja? Ja. Wist je dat het zo ging? Ik wist niet. Kijk eens, dat is hem. Bedankt.
Kijk hoe cool dit eruit ziet. Blue wine met die stoom in een cocktailglas. Oh my god. Super fancy. Hoe zie je dat? Als ik poesie, poesie, mot alles. Mot alles, poesie? Ouders natuurlijk die meekopen. Ja. Dat is voor jou. Lekker? Hey, hallo. Dat volgens mij heb ik nog in één keer mijn eigen hoofd gefilmd. Hij zoomt een soort van in of zo. Ik heb een beetje niet zoveel gevlogd. Dat komt omdat er wat dingen spelen die niet zo heel erg leuk zijn. Waar ik uiteindelijk wel iets over ga vertellen, maar niet nu. Want ik moet eerst nadenken hoe en precies. Daar was ik vandaag ook weer druk mee. Nou, dat verwacht ik dat heel zeer binnenkort allemaal duidelijk is. En toen was ik mijn werkkleding vergeten. Dus ik rijd even op en neer naar huis om mijn werkkleding te halen. Maar wat super leuk is, is dat mijn vader... eventjes, die heeft vakantie. Komt even gezellig langs in de zaak. Die komt gewoon een paar uurtjes gezellig hier zitten. Wat natuurlijk heel leuk is. Ik heb natuurlijk niet zoveel mensen in Zoetermeer in de buurt. Dus altijd als er iemand langskomt is dat super leuk. Dus papa zei, zal ik even gezellig langskomen? Hij is er zelfs al, zegt hij net. Hij wist niet dat ik nu naar huis ga. Dus ik zei, oh, kom dan eerst even snel langs huis. Dan kan je even 5 minuten poesie aaien. Terwijl ik mijn kleding zoek. Want ik dacht dat mijn kleding op in de auto lag. Toen dacht ik dat hij op mijn werk lag. Het op mijn werk lag, maar het ligt niet hier. Dus het moet thuis liggen. Zal ik mijn kleding zo van papa even poesie aaien. En dan moet hij nog even naar de action. En dan komt hij gezellig even in de zaak langs. Vanavond is wijnproeverij 2. Dat was vorige keer heel veel voorbereiding, maar nu niet. Want we gaan het gewoon op dezelfde manier doen als de vorige keer. Dat. Papa en ik gaan even snel wat eten hier bij Zaytuna. Kip. Is dat kip? Oh my god. Zo, ik wist niet dat het zo goed was. Tijd voor wijnproeverij ronde 1. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn bij de wijnproeverij van Paps en Wijn en van 35. Mijn naam is Bo van Damme en ik ben het gezicht achter de bedrijf van Paps en Wijn. Ik ben een enorme wijnliefhebber al een aantal jaartjes. We hebben al de nodige cursussen voor gedaan en hebben een hele leuke samenwerking met jullie twee. Ja, ik ben Schotte. Daar is Melanie. En dit is onze zaak 35 geweest, die denk ik wel. En we organiseren nu op donderdagavond, gewoon in de koude maanden, zoveel mogelijk evenementen. Omdat het natuurlijk wat rustiger is. En nu de tijd voor hebben om iets te bedenken en om mensen te ontvangen. En dat is super leuk. Iets rustiger dan de vorige, maar iets minder leuk. Zeker, ik vind het leuk. Hartstikke leuk, mensen. Dat zie ik wel. Een korte afdronk. Doet overigens niks. Een korte afdronk heeft niks te maken dat de kwaliteit dus ook slecht is. Hè? De wijnproeverij was echt mega leuk. We waren maar met 8, maar het was echt geweldig, gezellig en succesvol. Maar het is dus zo glad. Mensen zitten auto's te duwen die niet vooruit komen, maar glijden zelf met hun voeten ook weg. Ik heb UX aan. Die hebben natuurlijk helemaal geen profiel. Oh, het ijs is wel al ontdooid. Het was net nog veel erger blijkbaar. Ik denk, ik ben bijna niet buiten geweest. Maar ik hoop dus, ik sta net boven aan het bergje voor het eerst in mijn leven. Dus ik hoop dat ik niet... Oh, beter ga ik dan zo rijden. Want met mijn kont meteen de heuvel op voordat ik ook wegglij. Ik heb dus mazzel dat mijn auto uit Frankrijk komt. En four-wheel drive heeft. Ik heb een auto uit de bergen. Ja, dit is beter. Niet die heuvel af. Nou, ik maak me niet zoveel zorgen, maar mensen zijn helemaal gestrest. Ik vind best wel veel dingen eng, zoals in achtbanen gaan en zo, maar... Ik ging zelfs in die hele erge sneeuwstorm toen, ging ik ook gewoon auto rijden. Een uur naar Weesp. Oh joh, dit komt wel goed. Ik vraag me echt af waar ik beland ben. En ik heb dus... als mensen zien vloggen is dat super ongemakkelijk. Ik haat als mensen me zien vloggen. Ik heb dus... individuele charcuterie gemaakt, maar de bakjes die ik heb besteld waren er dus niet. Echt zo stom. Die zijn niet geleverd. Maar in ieder geval, ik ga nu naar een poolbar. Heel is daar met zijn neef. En ik zei, ik kom ook even een drankje doen. Dus geen idee waar ik ben. Het lijkt wel een soort verlaten afgelegen terrein, maar ik heb er zin in. Ik heb trouwens ook een slaapzak, Jos. Het is een slaapzak, Jos. Dat ik vorig jaar van Deek had gekregen. Het is super chill. Het is hier echt mega groot. Dan had ik in een hele afstandse kroeg terecht zou komen. Maar het is hier super mooi. Nou, even plassen en dan lekker drankje drinken. Alright, time to make the bakkies. Dit is het bakje wat ik gisteren heb gemaakt. Showmodel.
wat ik dus wilde is niet geleverd. Hele mooie wrapbakjes. Dus we moeten het maar zo doen. Dus nu ga ik eerst alle bakjes knippen. Want het zijn gewoon frietbakjes. Maar zoals altijd natuurlijk net iets te laat. We moeten even nog naar de Action. Moet ik eerst al die bakjes gaan knippen. Had ik ook gisteren kunnen doen. Maar gisteren was, heb ik eigenlijk al kunnen doen wat ik kon doen. En toen was het gewoon laat. Alright. Handen wassen. En let's go. Zo, ik ben dus echt geen pro hierin ofzo. Ik doe dit natuurlijk nooit. Het kan natuurlijk veel sneller. Ik heb het waarschijnlijk weer zwaar onderschat. Ik dacht dat ik anderhalf uur wel genoeg had, maar... We will see. Nou, lekker bezig. Dankjewel, dat is een nieuw genoeg. Dankjewel. Mag ik meteen uitklappen? Kelly de Vries. Dan willen we XAMDDR. Xigo. Ja, dat is een oorbaan. Party! Hey. Hi Lucy. Nee, totaal niet. Ik niet in ieder geval. Daar is hij hoor. Hello. Good morning. Het is 12 uur en ik ben vandaag zo moe. Dat is niet normaal. Ik ga even gezond, lekker ontbijtje maken. Peer, appel, banaan en avocado. En koffie. En dan GTSD kijken. Perfect, denk ik. Ja. Oh, ik weet niet of die wel rijp is. Of hij is net rijp. Trouwens, leuk deze kaars in Christer, die ik bij de Albert Heijn heb gekocht. En best wel klein, 1 euro. Normaal kosten ze maar 1,90 of zo. Oké, jongens, ik heb dus nog een aantal kledingstukken van ASOS die ik nog even ga passen. Ik heb wel een beetje haast, maar ik ga het even snel doen. Ik heb even een spiegel hier gezet en dan kan ik het voor jullie filmen. Ik had dus nog een aantal blauwe dingen besteld, maar hierin... Ik heb natuurlijk niet het figuur van Emma Spice, dus dit is voor mij niet echt mooi. Zo'n rokje vind ik wel leuk, maar ik kan me herinneren dat daar ook iets bij zit. Een bovenkantje, maar dat kan ik niet vinden. En dit topje is op zich ook wel leuk, maar bij Emma moet je wel of helemaal lichtblauw of helemaal lichtroze. Dit topje moet je zo wrappen, hier naartoe. Maar ik heb even geen zin om hem goed te wrappen, maar die kan dus nog iets strakker. Dit vind ik wel Spice. En dit rokje ook. Nu voel ik me in ieder geval beter bij. Ik heb blote armen, dat is echt... Deze zomer heb ik het wel gedaan, was je bruin en was ik ook iets minder blubberig, heb ik het idee. Ik dacht dat hier zo'n topje bij zat. Dan is dit rokje op zich. Nou, dit wordt hem ook niet. Ik ga niet eens proberen om hierin te komen. Als je alles kan hebben, hebben ze bij ASOS wel echt de meest gekke leuke dingen hoor. Dat wel. Deze ga ik ook niet eens passen, want dit is veel te fel roze. Het moet echt licht roze zijn. Tot nu toe vind ik dit het best. Deze is ook te fel, maar deze zit wel echt heel geschikt voor mij. Dus geen gedoe met dat het strak zit of zo, weet je wel. Deze vind ik wel leuk. Ik heb even geen topje erbovenaan, dus vandaar dat ik zo film. Maar deze ook van Oni, dus verbaas me niet, want het zit altijd wel goed bij mij. En nog deze set in het straatje van je totaal niet sexy gaan voelen die avond. Dit is wel geinig, maar dit is echt verschrikkelijk lelijk. Het is wel lekker gek, maar met die jas erop vind ik het heel lelijk in ieder geval. En dit vest in een maatje kleiner of zo. Een maatje groter, maar hij is net een beetje strak. Dan heb je dus wel weer contrast. Zonder BH vind ik het niet mooi. Het is wel Spice op zich, dit. Dit met dit klopt gewoon niet. Het moet gewoon of roze of blauw zijn. Als er nog deze broek besteld, niet voor Spice Girls. Maar het is heel raar, het is hier heel wijd en hier best wel strak. Niet echt mooi. Het zit niet per se heel mooi of zo. En deze broek had ik ook nog besteld. Het zit heel laag voor een flare. Heel raar, hij heeft hier, zie je? Dat hier zit een soort laagje onder en dan wordt hij doorzichtig. Heel apart. Zal ik deze jas kopen van de Action?
Die jas heb ik dus gekocht. En kijk nou hoe heerlijk dit pak. Ook bij de Action gekocht. Groen en velour. Ik heb dus al heel lang een pyjama weer nodig. Ik heb echt serieus al jaren of zo niet meer echt een pyjama. Ik vond het best wel klein. Helemaal heerly de pearly. Lekker zacht. Oh, lekker. Ik zat dus laatst leuk met dode puntjes eraf te knippen. En toen had ik uiteindelijk een heel kort plukje. Toen dacht ik, ik ga trouwens volgende naar de kapper. Was deze week geen plek. Echt uitgegroeid. Toen dacht ik, oh, dit is voor Emma Spice wel geschikt. Maar mijn haar moet echt stijl, want die krullen zien er echt niet. Het moet echt zo. En dan twee staarten. Oh. Zij heeft natuurlijk echt hier, maar ik ga niet een pony knippen voor één avond. Maar op zich is het wel een beetje de vibe. Het kriebelt alleen zo erg. Ik ga nu sporten. Oh my god, kijk hoe mooi. Kijk hoe pretty deze tafel gedekt is. Kijk. Deze is eigenlijk voor het kerstje in zondag, deze tafel lopen. Maar ik dacht, die kan je wel zeker echt wel ruiken. Ik had er even zin in om vanmorgen het ontbijt helemaal leuk te dekken. Dus ik ben echt trots op hoe het eruit ziet. Hier komen de broodjes in. Een lampje. Toch super mooi. Brandt iemand ooit zo'n kaars trouwens? Ik niet hoor. Vet zonde. Dit is toch te mooi. Ik heb net deze stoel gekocht bij Merel, 30 euro. Maar echt heel lekker. Deze heb ik echt al heel lang geleden bij de Xenos gekocht. Dit heb ik bij Kruidvat gekocht. Dit is uit de zaak. Deze zijn van de Xenos, Hanos, A La Collection, Jisk, Zeeman. Die loper is volgens mij ook van de Jisk. Nou, ik ben helemaal trots. Dat is ook helemaal niet de bedoeling hoor, om dit soort kerstboom bij te doen. Maar hoe leuk als ze wakker worden. En de tafel is helemaal mooi gedekt. Dat is toch te leuk. Dus, I love it. Zou dit gaan werken, jongens? Ik denk dat je hem nu al kan omdraaien. Kijk, we hebben kerstpannenkoekjes en kersteitjes. Yummy. Kerstbroodjes. Dit gaan we testen. Maar is dit gewoon schimmel? Ik weet niet wat het is. Maar nu ziet het er zo uit. En dan zien we straks hoe het er over 6 uur uitziet. Merci beaucoup. Oeh, we hebben lekker tomkakai. Dit was mijn outfit trouwens vandaag. Ik heb weer niks gefilmd, ja sorry jongens. Maar dat is de look. Misschien doe ik dit morgen weer aan. Deze van de H&M, dus een oud blouseje. Deze van de Zeeman. Ik had mijn haar een strak knotje, maar ik heb net losgegaan. We hebben kerst gevierd met de neef van Heel en zijn vriendin en de baby. En nog een vriend uit Engeland met zijn vriendin. En de tante van Heel was super gezellig. En morgen vieren we het dan met mijn ouders bij ons thuis. En mijn broertje. En mijn oma, mijn tante en vriendin van mijn broertje. Dit jurkje was maar 15 euro bij de H&M. Hij is net een beetje te groot, maar wel leuk. Nou, dit is de kerstboom. Vaarwel. Ik heb nog niks gevlogd vandaag, maar... Als iets mislukt van eten, kan je altijd naar de overkant bij de Chinees. Ja, misschien weten dan. Is er ook nog een... Dit is vandaag de tafel. Is er ook nog een lekkere Chinees? Hij is nog goed, hè? Net zo lekker als heel. Dat gebeurt ook niet altijd. Dit is het menu. Dat ziet er niet uit, maar het is daar eigenlijk de deur. Ik weet niet meer waar ik deze kocht. Ik hoorde een keer van mensen die er in de rij zitten, omdat ze helemaal als het weer doorrijden om bij deze Chinees te halen. Ja, klopt. Hij is echt pretty, hè? Hij is vegetariër, dus hij heeft... Hij is niet gewend om vlees te krijgen, dus hij raakt vlees. En die moet dat voelen. Kleine borrel. Niet zo veel. De poes gaat opeten. De poes gaat opeten. Waar zit je het lekkerste, Madeleine? Oh, wat keurig. Wat ik wel. Goed hoor. Wat zit Inge daar leuk tussen de twee leuke mannen? Ja. Inge? Hey, het zijn geen drie generaties, maar het zijn ook een mooie mensen. Ik vind het wel leuk dat het nu de mannen in de keuken zijn. Ja, ik ook. En de dames van tafel zijn. Ja, geregeld. Dat hebben we echt goed geregeld. Ja, hebben we heel erg goed gemaakt. Daar gaat het om. Echt kerst. We krijgen wel vlees van wacht. Slow cooker. Weg hem. Willen we nog wat drinken? Beslaat. Kan je dat goed? Papa heeft tiramisu gemaakt. Dus ik dacht, dan ga ik er een tiramisu martini bij doen. Hoe leuk. Dit, 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 dit en dit. Leuk, hè? Cute.
zit wel pijn in je mond als je die opeet. Die dingen doen super veel pijn aan iets anders. Ziet er wel mooi uit. Pretty. Ja. Proost, ik ga dit eens even proeven. Ik denk dat jij dit heel lekker vindt. Tiddy. Ziet. Ik ben benieuwd. Ziet. Lekker? Sterk? Ja. Wat is dit allemaal voor drank? Tiddy. Lekker. Lekker zo. Ja. Hi, cozy. Nou, leuk. Leuk toch? Oh, die verkopjes geven. Ja. Heb je al spijt dat je een hond hebt in plaats van deze fluffy kat? Maar Teddy heeft ook een. Nee, Teddy ziet het niet. Nee, ze is helemaal blij. Deze poes gaat er wel de les mee om onze poes, Robin. Ja, die poes zit helemaal tussen de mannen, ze is gewoon verliefd. Robin, ik zou ook wel zo'n designkat willen. Je designkat? Ze is gewoon van Marktplaats. Kijk die hersenmassage, Teddy, je bent heet het nat. Maar dat die kat. Uh-oh. Oh. Die kat is behalve. Is wel goed, dan ziet Teddy dat die kat helemaal. Oh, nu krijgt iedereen aandacht behalve jij. Drie dingen vind ik Teddy mooi. Denkt, dan ga ik mooi even nootjes jatten. Ja, jij bent ook lief voor Teddy. Een spontane borrelplank. Ja, mooi. Heerlijk. Presents. Nee, ik heb maar wat gedaan. Het is super lekker. Het is met Zoetermeers babbelaartje likeur, koffielikeur, slagroom, Baileys tiramisu en likeur 43 en ijs. Hij is echt heel goed gelukt. Hallo, de kerst is weer voorbij en ik ga nu naar de kapper. Ik ga highlights laten doen. Vorige keer had ik maar een paar plukjes gedaan. Nu heb ik half hoofd gezegd, dus ik weet niet hoeveel het wordt. En laten knippen. Ik ga eens even steken keertjes. Ik ben benieuwd hoe het wordt. Ik wil niet te blond, iets blonder. Iets gewoon de plukjes hier eigenlijk. Nu straks weer net even hier. Dat kon nu al een beetje. Ga even. Zo, het is. Oh, ik ben super lang weg geweest. 2,5 uur. Ja, ik ben nu bij de kapper geweest. En de laatste keer dat ik was geweest was het. 2,5 maand geleden en toen had ik 10 folies gedaan. Nu heb ik dus al meer folies gedaan en het geknipt. Ik zeg, het is wel weer een klein beetje dit gebeurd. Het verbrandt, of hoe het ook heet, bij deze plukjes. Verder is het wel heel goed gedaan. Ik had ook tegen haar gezegd de vorige keren dat het een soort schaamhaar was geworden. Dat ze te langer in hadden gezeten. Nou ja, dat is bij dit plukje dus helaas ook gebeurd, bij de voorste. Zo, het is wel echt blond. Of zilver of grijs. Maar ik wil ook een zilver shampoo. Maar ik ben tevreden hoor. Ze dus heeft er ook een beetje een modelletje in geknipt. Dat het nog wel recht loopt, maar een beetje rond afloopt. Als jullie dat zien. Alleen, ja, dit is balen. Maar ze is echt super aardig en heel goed verder. Dus ik laat het los. Maar dit is zeg maar. Het knettert gewoon als je het aanraakt. Het blijft een probleem bij die voorste plukjes bij mij. Gewoon helemaal. Moet je heel veel olie of zo in doen. Ja, dat is jammer. Maar ik heb het ook niet laten feunen, want vind ik altijd zonde van mijn 20 euro. Dus dat zie ik nu pas. Verder is het goed gedaan. Lekker chillen, want 3 dagen kerst is best wel druk. En morgen we werken, dus nu lekker. Gewoon even lekker niks doen. Ik heb wel daar lekker kunnen werken ook. Maar wel te kort. Dus ik ga nu nog heel even editen. Nee, ik ga even GTS kijken. Hoe grappig is dit merk? Ja, het is weer zover. Ik ben volgens mij al 2 maanden bezig, maar ik heb nog steeds geen outfit. Het roze rokje van Oni vind ik heel leuk, dus ik heb heel veel roze dingen besteld. Moet wel bijna naar mijn werk, maar we gaan weer even passen. Zoals jullie van me gewend zijn, passen we altijd alles zonder BH, zonder überhaupt ondergoed of een panty. Dus oké, okay. Ik vind het wel best wel sexy. En aangezien het verkleed is, mag je natuurlijk een beetje sexy. Maar het blijft het eigenlijk te fel voor Emma Spice. Het moet babyroze zijn. En het matcht niet met het rokje. Dus... Het is wel leuk. Het is wel echt sexy dit. My god. Maar het mag, het mag. Ik denk altijd als het mag, doe het lekker. Het is toch super leuk. Nou ja, dit dus. Dit is dus gewoon weer niet sexy. Hier zou ik eerder voor gaan. Omdat het lekker zit en wat losser is. Maar ja, het is niet Spice Girl dit. Dit vind ik ook niet. Ja, ik ben dus een beetje gaan zoeken naar dingen waar ik me ook comfortabel in voel. Maar het is niet Spice. Not Spice. En dit is ook meer gewoon oma-achtig. Dit vond ik als een soort van optie dat ik dacht, het is wel roze, maar dan is het niet zo koud. Wat ik dus de hele tijd zeg, ik weet niet of dit dan de Spice Girl vibe genoeg weergeeft.
is ook los. Het moet natuurlijk eigenlijk allemaal strak. Dit vond ik wel geinig. Maar guess what I'm going to say. Is dit wel Spice Girls? Ik vind het wel leuk. Ik kan niet mijn arm omhoog doen als je mijn borst zit. Dus dat kan eigenlijk niet. Zo'n feestje is het niet. Dit vond ik een soort van wel de vibe. Omdat het dus lichtroze is. Het zit trouwens super lekker. Zo een beetje lang. Ja, we moeten dus echt iets lichtroze bij. Ik vind het ook niet per se mooi bij mijn huid. Weet je, dat valt een beetje weg. Dit is qua kleur wel beter. Maar wederom, als ik mijn arm omhoog doe, vallen mijn borsten onderuit. En misschien ook weer een beetje te netjes voor Spice. Dus meer zoals ze zich nu kleden bij een reunie. Weet je wel, een beetje een nette outfit. Wederom, zit wel lekker, maar is echt niet sexy genoeg. Wat een herrie. Dit is super chill, maar is niet de goede kleur. Had ik niet gezien op internet. Dus dit komt niet eens in de buurt is van mijn goede kleur. Jammer, dit is echt een mega chill topje. Ja, je zou kunnen denken, dit is wel geschikt. Maar ik vind het ook ergens een soort van clownsbakje. Het is veel te kort. Je ziet gewoon je hele poenie. Is dit de vibe? Dit is totaal geen Spice. Girl. Hier lijkt je meer een oude vrouw. Hi. Het is woensdag. Ik ben al heel vroeg opgestaan. Want de buren maken super veel herrie omdat ze de badkamer aan het verbouwen zijn. En we hebben zo'n reservering om 1 uur. Superleuk. Iemand die me volgt op YouTube. Maar iemand anders heeft het gereserveerd. Dus volgens mij is het een verrassing of zo. Ik weet het niet zeker. En die is ook nog eens zwanger. Maar ik moet nog 2 dips maken. De paprika dip en de mascarpone dip. Omdat we 4 dagen dicht zijn geweest, hebben we alles mee naar huis genomen, opgemaakt en zo. Zodat het weer lekker vers is. Als je 2 dagen dicht bent, kun je dingen wel nog bewaren. Maar 4 is wel lang. Dus meestal hoef ik dat nooit op woensdag te maken, maar nu wel. Dus ik heb een half uurtje. Dus dat ga ik nu even heel snel doen. Koffie. Dus dat. Goed. Oké. Ik ga vloggen, maar we gaan niks zeggen. We're not going to say anything. Hi. Ook echt niet kijken. Nee, ik zei dat ze niks hoefde te zeggen. Nou, gezellig. Gezellige woensdag hier. Ik heb lekker gewerkt, gesport, gegeten. En nu wou ik nog even de laatste dingetjes passen. Deze is misschien wel leuk. Dan hebben we nog dit rokje, maar die vind ik een beetje te strak hier. Deze. Ja, vind ik ook net niet helemaal of zo. Ik ben echt moeilijk, jongens, die normaal. Dit rokje is wel goed, maar dan heb ik dus weer iets blauws nodig voor erop. Deze vind ik wel geschikt en ook wel geschikt en ook wel Spice. En dan hebben we nog dit blauwe rokje, maar die vind ik een beetje, ja, vormloos. Dan vind ik dit voor nu nog wel het leukst, behalve dat dit dus echt heel erg bijna porno-achtig is. En dit totaal niet matcht. Dus eigenlijk heb ik dus nog steeds geen outfit. Dan misschien toch dit, met het oog op het weer ook. Maar ja, dit is 1 keer bewegen. Show to nipple. Ik voel een beetje een oud wijf die een kind probeert te spelen. I give up for the day. Oké, ik heb besloten dat de onderkant van de outfit klaar is. Die schoenen die ik volgens mij al een keer heb laten zien. Ik vind ze niet heel mooi, maar het zijn volgens mij wel echt de vibe. Deze zijn van Nok Wol. En dan deze sok heb ik op bol.com besteld. Ik doe ze dan niet over mijn knie, maar tot net onder mijn knie. En dat rokje wat ik net liet zien. Daar moet ik nog een topje voor erop vinden. Nou, dit vind ik echt leuk. Alright, it's the day. Ik had dus nog een ASOS bestelling gedaan. En 20 euro betaald voor dat het de dag erna bezorgd werd en zo een jaar lang. Want ik moest het gisteren hebben, dus heel wat de hele dag zitten wachten. Zeggen ze, we hebben je gemist. Echt niet leuk. Dit rokje had ik in een maat kleiner besteld, want die is eigenlijk net te groot. Maar nu moet het maar. Toen ben ik nog de stad in gegaan om dingen te zoeken. Nou, had ik dingen gekocht, maar die vloekte totaal bij deze kleur. Dus nu ga ik uiteindelijk voor een topje van Chiquelle, die ik nog nooit heb aangehad. Wel leuk, en dan ga ik het zonder BH doen. Met tepelplakkers. Die heb ik gisteren bij de Primark gekocht. Op deze plak bij haar, maar ik denk dat ik dat niet zo lekker vind zitten. Het zijn mijn hoge sokken, een huidskleurige panty. Ik wil waarschijnlijk nog nepwimpers opdoen. 2 staartjes met dunne elastiekjes. Ik heb gisteren dit tasje gekocht. Die ga ik als soort van clutch of zo vasthouden. Vond ik wel leuk. Handwarmers zag ik bij de Primark. Die vond ik echt super leuk, gewoon bij Spice passen. Dit vond ik ook wel grappig. Ik weet niet of roken echt van die tijd was. Maar dan vond ik het wel leuk misschien voor een foto met zo'n aansteker. Ik heb 2 lollies gekocht. Dat heeft zij ook vaak. Ik wil nog even bubblegum zoeken. Dan ga ik mijn nagels nog lakken. Het enige waar ik dus van baal. Ik dacht dat de ketting dus zilver was. Maar ik heb goud besteld. Dus hij is vet mooi. Maar hij is dus goud. En dat vloekt wel een beetje bij al het andere wat ik eigenlijk aan wil. Dus ik heb ook nog wat gouden sieraden gepakt. Kan wel. Maar ik draag dus altijd goud. Maar ik vind zilver een soort van meer bij Spice passen eigenlijk. Ik moet even kijken.
Dit is een cadeautje voor baby. Dus ja, dit tasje vind ik wel echt leuk om zo mee te nemen met alles erin. Oordopje voor het slapen straks. En dit heb ik ook gisteren gekocht bij Primark, maar het is een choker. Maar dit vond ik wel leuk als ik hem dubbel doe, kan ik hem als armband dragen. En dan heb ik dus deze schoenen. En dat gisteravond heb ik het gepast. Ik vond het wel echt heel leuk. Dus als het goed is, krijg ik geen kledingcrisis. Dan ga ik nu lekker douchen. Ik moet ook nog even kijken hoe ik mijn haar ga doen. Maar waarschijnlijk dus een twee staarten met heel veel haarlak of zo. Ik ga ook mijn tas inpakken, want we slapen daar natuurlijk. En ik denk ineens, ik zie dit in mijn kast hangen. Nou, het is ook net niet de kleur, maar misschien als het... Oh, ik zoom in. Als het koud wordt, is dit misschien nog wel een lekker jasje voor erop. Het is ook wel een beetje 90's, toch? Oké, dus douchen, tas pakken. Ik heb nog een uur. En is Levi's trouwens niet ook een beetje uit die tijd? Niet echt Spice, maar ik denk wel, ja, stel het wordt koud, dan wil ik wel gewoon eventjes iets aan kunnen trekken of zo. Ik wilde zo graag die plakbij aan jullie laten zien, maar ik vind het een beetje raar om het helemaal naakt te laten zien. Maar het is wel heel chill, want het duwt je borst wel naar elkaar toe. Maar het doet het zeg maar niet omhoog, dus je hebt wel een beetje een soort van hangtiet. Maar kijk, want hij zit misschien ook om wat hoger doen nog. Ik heb denk ook net een beetje een te kleine gekocht. Ik heb een B. Kijk, je tiet wordt er heel hangerig van. Maar het is beter dan niks. En dan in een shirt. Kijk, ja, oké. Okay. Het lijkt alsof ik een beetje grote hangtieten heb. En dat heb ik eigenlijk niet. Dus ik weet niet waarom. Maar het is denk ik wel beter dan een tepelplakker. Ja. Mijn panty is dus veel te groot. Dus ik wil eigenlijk nog een andere panty aan. Dit is zo... Ik vind het op zich wel oké. Alleen het zit zo los. Het trekt je been niet strak. En dat maakt niet heel veel uit. Maar het voelt gewoon niet lekker. Ik weet niet of dit jasje leuk is voor eroverheen. Dit. Ik weet niet of dit echt Spice is. Nee, hè? Denk het niet. En ik heb ook nog deze jas, die ik toen super graag wilde hebben, maar nooit draag. Omdat ik hem te heftig vind, eigenlijk. Maar die is ook wel leuk voor buiten. Toch? Is ook wel een beetje, ja, Baby Spice vibe. En die Levi's trui had ik er net bij gedaan, die vind ik ook wel staan. Maar het is niet echt cute of zo. Volgens mij is Levi's is wel van die tijd. Ook niet echt Emma. Maar ik bedoel, ja, op een gegeven moment wordt het misschien koud en wil je gewoon even chill een trui aan. Dus ja. Ik zou Charlotte niet zijn als het niet weer allemaal misging. Dus mijn panty was dus te groot. Toen ging ik naar de Action en daar hadden ze geen panties. Alles was op. Toen hadden ze gelukkig bij de Jumbo een panty. Dus die is echt top. Want de grote panty, overigens heb ik dat al gezegd. Ja, dat is gewoon zonde. Toen was ik mijn make-up tasje kwijt. Gisteren moest ik super veel meenemen uit de zaak. Omdat we dus nu vakantie hebben. Ik heb dus nu vakantie. Mocht je dat nog niet weten, ik denk het niet. Ik heb wel mijn haar helemaal gesteld, zoals je kan zien. Au. Ik heb nog even betere elastiekjes gehad, want nu ik mijn haar heb gesteld is mijn haar super glad. Nu heb ik echt zo die struggle van mensen met dun haar. Die begrijp ik nu. Nou, ik had het misschien ook even stug moeten maken met droge shampoo. Maar goed, ik was dus heel goed voorbereid en uiteindelijk begin ik toch weer te laat. Hou er gewoon niet van om al uren van tevoren me voor te bereiden. Zo zou ik ook nooit worden. Anyhow, mijn make-up lag gelukkig nog in de zaak. Ik moest gisteren dus een tas met eten meenemen. Ik had nog een tas met kleding omdat ik gisteren naar de stad ben gegaan om een blauw topje te zoeken. Ik had nog mijn laptop, ik had allemaal spullen bij me. Dus toen was ik dus mijn make-up tasje vergeten. En thank god lag je nog in de zaak. Zie je trouwens hoe blond ik ben. Ik ben niet heel tevreden, maar maakt niet uit. Mijn haar heb ik gisteren gewassen en het is nu helemaal plat. En ik haat plat haar, maar het moet voor een Spice Girl. Voor Emma moet het plat zijn. Ik heb al nogal doms gedaan. Ik ging mijn snor harsen. Daar heb ik hier nu allemaal rode plekken. Oké. Is er ook nog iets goeds? Ja, verder is mijn outfit super leuk. En de plak bij haar moet ik nog aandoen. En die vrouw kijkt naar mij. En de wimpers moet ik nog doen. En nou, van alles. Ik heb nog bubblegum gevonden. Eigenlijk ben ik gewoon goed voorbereid. Ik heb nog een uur om op te maken. Dus. Nou, dat. Even mijn haar vast. Ik vind dit haar zo niet bij mij passen. Ik heb nu echt... Ik kan niet wachten tot ik weer een beetje bruiner ben. Mijn doel was dus ook om niet meer zo blond te gaan. Hè? Ik wilde gewoon weer naar bruin. En mijn huid is vet en plakkerig. Oké, nou, ik ben aan het zeuren. Terwijl het helemaal niet nodig is. Leuke kettingen. Oké, nou, ik zie jullie straks weer. Ik ga wel proberen wat dingen te filmen. Zie je heel erg. Oké, we zijn er. Can I film you? What's that? A tripod for a picture. Oh, nice. Mogen jullie raden hoe iedereen verkleed is? Guess what her outfit is. But I don't know if it's that obvious. Maybe the high heels are missing. En Henny? Wat is Henny? En Henny en ik horen bij elkaar. Wij zijn een duo. Alleen ik hoorde echt zo te zijn eigenlijk. Super leuk. Oh, you just did this. This is so cool. Normally with Spice Girls, should be like this, I think. She's super small. Dit is haar.
Hoort bij, hè? Between your teeth, I think, right? Ja. Wow. Oh. Deze lijkt net zin. Ja! Is dat van de Action die ik heb gekocht? De ACTO. Ja. Ik bedoel van die dure vuurwerkwinkel. Oh. Vuurwerk! Woehoe! Nou, ik vind het nog best leuk. Kijk hoe lekker. Oh my god, zie ik lekker. Lekker cocktails geplaatst. It's alright.